Wat is jouw eigen favoriete oranje moment ooit? Ja, ik denk dat ik het bijna niet meer hoef te vragen. Ja hoor, ik denk dat jij niet aan hetzelfde staat te denken als ik. Mijn mooiste oranje moment was de thuiskomst na het winnen van de Europese titel. Dat je het gevoel had dat een heel land op zijn kop stond. En dat je nou, of je nou jong of oud was, of welke club je supportte, of welke religie je aanhing. We waren één grote familie. En die vreugde, die blijdschap die ik die dag toen heb meegemaakt, dat zal ik nooit meer vergeten. Dat is en blijft voor mij het hoogtepunt van oranje. Had je dat gevoel ook tijdens het spelen van het EK, wat het allemaal teweeg gebracht in Nederland? Nee. Heb je geen idee van, dan hoor je wel iets van mevrouw in die tijd en dan las je wel eens een krant. Maar dat ben ik pas gaan ervaren toen ik in 1994 voor het eerst na zoveel jaren weer thuis was. Toen dacht ik, verrek, wat gebeurt hier nou? Maar ja, dat bleek al eigenlijk gedurende het EK 88 begonnen te zijn. En wat gevoel geeft dat? Van nou zo hard werken, dat hebben we hiervoor gedaan? Laat ik altijd voorop zeggen, je doet het uiteindelijk voor jezelf. En dan komt je familie en dan komen de fans. En nou ja, zo kun je er nog wel een paar bedenken. Maar dan is het wel een kick als je zoveel blije mensen ziet. Dat je denkt, verrek, heb ik daar een bijdrage aan mogen leveren? Dat blijkt dan dat het geval is, ja.